allemaal, het is vandaag dinsdag 21 april. Ik ga nog een beetje zacht van opnieuw licht in de andere kamer te slapen. Want het is namelijk 9:15. Ik ben al helemaal aangekleed, make-up gedaan en alles. Want ik moest mijn scooter vanmorgen even naar scootermaker brengen. Omdat mijn band waarschijnlijk lek is. En ja, hij trekt gewoon heel erg langzaam op. Dus die heb ik net alvast daar gebracht. En ik sta nu in mijn broertjeskamer. Want ik heb zo meteen online les. Om 10 uur, maar we moeten eerst nog eventjes een opdracht maken. Die hebben we net doorgestuurd gekregen. Dus ga ik nu eventjes maken in mijn broertjeskamer. Want beneden zit mijn vader te werken. En in mijn kamer ligt Miel nog te slapen. Dus wel iets heel erg leuks. Ik ga waarschijnlijk mijn kamer verven. De roze muur. De bank ga ik eraf trekken. En dan ga ik het weer deze kleur verven. Want dit was namelijk mijn oude kamer. Voor de mensen die me nog niet langer volgen. Dit was eerst mijn kamer. Toen heb ik verwisseld met Sam. En toen heb ik die muur roze geverfd. Maar ik mis deze kleur echt heel erg. Dus waarschijnlijk ga ik vandaag de bank eraf trekken. En dan ga ik van het weekend met mijn vader de betonnen muur zeg maar helemaal egaal maken. En dan ga ik daarna voorstrijken en deze kleur eroverheen doen. Maar eerst om mijn school. Ja, dat dacht ik ook. Oh. We gaan dit hele mooie behang eraf halen. Ik zal even laten zien waarom het zo lelijk is. Ja, ten eerste dat. En er zitten gewoon, ik weet niet of je dat goed kan zien, heel veel vlekken in en zo. En ja, we gaan het eraf trekken. Er zit er dus al heel lang een hoekje. En Mila mag die er eindelijk aftrekken. Ik ben benieuwd of het er makkelijk af gaat. Ik hoop het eigenlijk wel. Ja, dat één is fotobehang en dat daaronder is onderdekselding. Ja, maar dat blijft heel goed plakken. Oh, fuck. Doe maar eerst gewoon dat fotobehang eraf. Ik ga kijken of ik ook ergens een hoekje kan vinden die ik los kan peuzelen. Oh, hier. Ik denk dat dit nog best wel een lastig klusje gaat worden eigenlijk. Ja. Shit, sorry. Ik dacht omdat het fotobang is, is dat wel makkelijk. Maar ja. You're such a small guy. Nou, we zijn een uurtje verder en eigenlijk is zo goed als het hele behang er nu af. Alleen, kijk, hier zie je gewoon echt het stukje beton en zo. Maar hier zie je dus nog een soort onderlaagje. Dat moeten we er nog eventjes afhalen. Maar we gaan eerst eventjes lunchen slash ontbijten. Want ja, we vallen bijna neer. En dan ga ik straks denk ik nog wel verder. Miel heeft straks een mondeling via online. Dus dan ga ik gewoon hiermee verder denk ik. Kijk, dit kan je er nog allemaal zo aftrekken. En dat moet er wel af. Dat moet natuurlijk een egale ondergrond worden. Dus dat wordt nog een leuk klusje. Ik denk, volgens mij moet je dat ook doen met, kan je het warm maken en dan krijg je het er heel makkelijk af. Dus misschien ook straks kokend water pakken en dan met een sponsje of iets eroverheen gaan. Dus ja. Ik zit eventjes in mijn kamer en ik praat niet heel erg hard. Milan heeft beneden zijn Engels mondeling. Ik heb nog niet ontbeten, want toen ik net wilde gaan ontbijten of lunchen, toen wilde de scootermaker dat ik mijn scooter kon komen ophalen. Dus die heb ik opgehaald. En ik ga nu eventjes wachten tot Miel klaar is met zijn Engels mondeling. Zodat ik wel lunch kan gaan maken. Want ik ga niet beneden zitten. Want ja, als hij alleen is, heeft hij denk ik gewoon ietsjes meer zelfvertrouwen. En komt het allemaal wat beter. Dus ik ga eventjes in mijn kamer zitten.
soort van in mijn kamer, want het is nu echt een bende. En dan ga ik alvast eventjes mijn vlog van morgen bewerken, want wij slapen vanavond bij Milan thuis. Dus dan vind ik het wel gewoon gezellig om daar op de bank te kunnen zitten en niet mijn vlog te hoeven te bewerken. Dus dat ga ik alvast doen. Ik heb mijn vlog helemaal bewerkt, daar ben ik mee bezig geweest. En er was een pakketje van de Zara binnengekomen, want ik had dit t-shirtje besteld. Ik heb hem in een maatje S en dat was 7,95. En het is een heel leuk cropped shirtje. En dat vind ik heel erg leuk met een... Oh, hoe is het? Mom jeans. Ik ga eventjes de was erboven uithalen, want ik had mijn dekbed en alles in de wasmand gedaan. Of in de wasmachine gedaan. En die is al een tijdje klaar, die was ik eventjes vergeten. Dus dat ga ik nu eruit halen. En dan gaan we zo meteen naar Miel toe. Ik moet alleen nog alsjeblieft dit kastje terugzetten in mijn kamer. En in de vlog van gisteren heb ik dus laten zien hoe ik mijn Instagram foto's bewerk. En ik hoop dat jullie dat heel erg leuk vinden, want ik krijg er best wel vaak de vraag naar. Dus ja. Hoe uitgeput kan een mens zijn van een blijdschap lopen? Ik vind het altijd zo vermoeiend om bedden te wassen en op te hangen en te doen. Oké. Let's give it a try. Nou, wat hangt het er weer prachtig bij. Morgen als we dan terugkomen van het slapen bij Miel, kan ik lekker mijn bed opmaken. Met een fris overtrek. Mijn kamer is ook gelijk echt een stuk lichter nu dat roze er dus af is. Echt chill. Ik ben echt blij dat we het eraf hebben gehaald. Vandaag nog niet alles is er natuurlijk af, want er zit nog van dat witte spul op. Oh. Maar het grotendeels is er wel af. Maar kijk, dit krijg je er dus echt... Rieke lastig af. Leuk om in deze video te laten zien wat ik allemaal al voor mijn uitzet heb gespaard. Ik geef af en toe wel eens de vraag over. Ik heb hier een hele grote, ja ik kan niet echt verschuiven, bak van de IKEA. Die staat op de kast van mijn broertje. Vandaar dat ik ook eventjes in mijn broertjeskamer zit. En hier heb ik allemaal dingetjes ingespaard voor mijn uitzet. Dus ik dacht dat is wel leuk om aan jullie te laten zien. Er staan ook een paar dingetjes in die ik niet per se mee wil nemen in mijn uitzet, maar die had ik toevallig. Namelijk bijvoorbeeld deze drie schaaltjes. Deze komen van de Action en dit lijkt me gewoon heel erg handig om te bewaren. Want ik heb deze toen voor mijn afgelopen verjaardag gebruikt met mijn high wine party. En hier deed ik dan eten in en zo. Hele schattige kommetjes, wit met een goud randje. En deze waren dus 2 euro bij de Action. En ik vind ze niet van hele mooie kwaliteit. En het goud verkleurt ook al een beetje. Dus ik ga deze niet meenemen, zeg maar, als ik echt op mezelf ga wonen met Miel bijvoorbeeld. Maar gewoon om te bewaren voor een feestje of zo vind ik handig. Dus die. Dan wat ik wel ga bewaren, wat ik ook voor mijn verjaardag heb, zijn deze frituurmandjes. En dan zou je denken, wat moet je hiermee? Maar hoe leuk is het als je een feestje hebt en hier dan friet of zo in doet. Die had ik dus ook met mijn high wine party gedaan. Deze komen van de Xenos en hebben ze volgens mij ook in het zilver. Maar ik vond goud wel heel erg leuk. Dus ik dacht, nou die bewaar ik stel nou later in huis. Dat er vrienden komen eten en ik wil patat serveren, zeg maar frietjes. Dan kan ik dat hier zo in doen op tafel. Dat is wel heel erg leuk. Eigenlijk wil ik er nog eventjes een paar bij kopen. Dus die zijn van de Action. Dan heb ik hier ook nog 3 potjes van. Ik weet eventjes niet waar die derde is. Maar dit zijn dus ook potjes van de Xenos. En ze zijn groter dan ik verwacht had. Want ik dacht dat ze heel klein waren. Maar hier heb ik dus saus toen ingedaan. Truffel mayo had ik erin gespoten. En dan hier frietjes. En dan zo leuk ernaast zetten. En ik dacht, ja, zonde om weg te gooien. Dus vandaar dat hier in zitten. Nu heb ik eigenlijk alleen nog maar dingetjes die ik echt heb, zeg maar, gekocht voor echt mijn uitzet. Laat ik maar beginnen met
deze dingetjes. En dit zijn placemats. En dan kan je denken van, waarom de fuck koop je nu al placemats? Maar ik vond zulke leuke, schattige kleurtjes. En ik heb dus ook nog van de H&M, zometeen H&M Home, wat dingetjes ook in deze kleur. Dus vandaar, sorry, het licht is niet helemaal perfect. Maar dit zijn placemats van de IKEA. En deze zijn volgens mij, ja, ik weet niet hoeveel deze kost. Volgens mij een euro per stuk of zo, of 80 cent. Maar het zijn gewoon hele chille placemats. Deze hebben we bij mijn moeder thuis ook. En dit is dus een beetje een turquoise kleurtje. En dan heb ik ook nog een lichtroze kleurtje. Ik heb van de roze heb ik er 4. En van de blauwe heb ik er ook 4. Ik zal jullie alvast vertellen. Ik heb echt een soort van ding in mijn hoofd dat alles dezelfde kleur moet zijn. Hetzelfde aantal en zo. Dus ja, 4 roze en 4 blauwe. Dan is het idee om dat Dagmar en ik samen eerst, zeg maar, Miel gaat eerst met zijn vriend, samen ik eerst met vriendinnen. En die vriendin is Dagmar. En daarvoor heb ik toen deze mok gekocht. Bij de Hema. Even kijken. Deze met een D erop. En deze dan met een F erop. Om dan, ja, dat we gewoon allebei onze eigen mokken hebben. En die staan ook hierin. En sommige dingen die zou ik wel gaan gebruiken als ik ook, zeg maar, met Dagmar dan samenwoon. Bijvoorbeeld deze dingetjes, die witte bakjes en zo, die ik net liet zien. Maar er zijn ook dingen die ik wel echt ga bewaren voor als ik met Miu ooit samen ga wonen. Nou, dan de leukste dingen komen. Namelijk de dingen van de H&M. En dit is ook in hetzelfde kleurenthema, het roze en turquoise. En ik wil later niet van mijn keuken ding echt een regenboog maken. Maar ik vond het wel leuk om er een paar eyecatchers bij te doen, zeg maar. Maar later zou ik de rest van mijn borden bijvoorbeeld gewoon wit doen. En dan goud of mat zwart bestek en zo. Maar ik vond het gewoon leuk om dit voor als ontbijtbordjes en extra dingetjes te doen. Allereerst heb ik hier een slaschaal. En dan zou je denken, een slaschaal, waarom in godsnaam? Maar ja, jullie komen er zo meteen denk ik wel achter. Maar in ieder geval een slaschaal. En deze is lichtroze. En hier aan het randje, ja, ik kan het niet heel goed zien denk ik, je zit ook weer goud. Net zoals bij die witte van de Action. Maar deze is dus van de H&M Home. En ik weet niet of ze dit nog hebben, want ik heb dit echt al 1,5 jaar geleden gekocht. Vorig jaar november volgens mij ongeveer heb ik dit gekocht. En ik vind het nog steeds heel erg leuk. Maar deze slaschaal dus. En van de H&M Home. En de H&M Home heeft echt hele leuke dingetjes. Al vind ik, ja, vind ik zelf. Dus dat is de eerste. En dan heel erg. Maar ik heb er dus nog eentje. En dat is dus in de blauwe kleur. En ik zal hem er eventjes uithalen. En dit is de blauwe kleur. En echt is die wel ietsjes lichter dan op de camera. En ook deze heeft weer zo'n goud randje hier. En ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon zo leuk. En ik kon echt niet kiezen of ik al mijn servies van dit, zeg maar, qua ontbijtbordjes en dingen en zo'n slaschaal in het roze vindt blauw wilde. En ik dacht, ja, ik kan Miu later ook niet aandoen om alles in het roze te hebben. Dus ik dacht, ik doe gewoon van alles wat blauwe en wat roze dingetjes. En ja, dus past dus ook weer leuk hierbij. En die roze past weer leuk bij die andere. Dus dat vind ik ook heel erg leuk. Dus die is ook van de H&M Home. Zo, dan voor daarbij van de H&M heb ik dus ook bijpassende, moet ik het even goed openmaken, want ik heb het dus allemaal een soort van een beetje ingepakt. Even voorzichtig openmaken. Ja, ik heb er eentje. Maar voor daarbij heb ik dus ook van die yoghurtkommetjes. En dit is ook weer precies dezelfde kleur roze en dus met goud. En ze lijken dus heel erg op die van de Action. Zijn ze ook even groot? Ja, volgens mij zijn ze wel even groot. Die van de Action heeft alleen iets goffere ribbels. En bij die van de H&M zit het meer, ja, in het glaswerk. Je hebt niet echt ribbels, zeg maar. Maar ik vind deze zo, zo ontzettend schattig. En daar heb ik er dus 3 van. 3 lichtroze. Dit is toch te leuk als je dan gaat ontbijten zo. Ja, ik vind het helemaal leuk. Dus ik heb daarvan 3 roze. En ook weer 3 blauwe. Die zal ik er ook wel eventjes proberen uit te halen. Daar heb ik dus ook 3 blauwe van. Dus 3 roze en 3 blauwe. Waarom 3? Ja, ik vond 4 roze en 4 blauwe ook wel weer een beetje overdreven. Want ik heb 8 ontbijtschaal dingetjes. En ik denk niet dat ik een gezin ga krijgen van 8 mensen. Maar ja, ik vond het wel heel erg leuk. Dus ik heb daarom 3 roze en 3 blauwe.
En hier staat toevallig de prijs nog op. Deze waren 8 euro per stuk bij de H&M. En volgens mij hebben ze dit soort schoutjes nog wel. Ik weet alleen niet of ze deze kleurtjes hebben. Maar die heb ik dus ook vorig jaar ongeveer gekocht. En dan heb ik nog meer dingetjes die er helemaal bij passen. Ik heb dit dus helemaal goed dicht gemaakt met plakband. Dus ja, nou ja, ik ga het wel eventjes openmaken proberen. Maar ik heb dus ook 3 roze ontbijtbordjes en 3 blauwe ontbijtbordjes. Ik ga de blauwe eventjes niet openmaken, want ja, die roze was al best wel lastig om open te krijgen. Dus die laat ik lekker dicht, maar jullie kennen het idee nu wel. Kijk nou hoe schattig. Dan heb je dus gewoon, als je lekker gaat ontbijten, lekker yoghurtje, lekker je warme verse croissantje op een leuk placementje. Ik vind het echt helemaal leuk. En dat heb ik dus ook allemaal in het blauw. 3 roze kommetjes en 3 roze bordjes. En ook 3 blauwe kommetjes en 3 blauwe bordjes. Maar die ga ik nu even niet laten zien. Maar die heb ik dus wel. Die zitten dus daar. Echt super leuk. En daarbij heb ik dus ook de bijpassende slaschalen. Die zal ik even snel terug inpakken. En best wel veel mensen zeggen altijd van, hé, maar hoe weet je nou weer dat je dit over 5 jaar nog steeds leuk vindt? Dat weet je ook niet. Maar ik denk dat ik het nog wel heel erg leuk ga vinden. Want het zijn gewoon best wel basic. Of nee, niet basic, maar het is geen geel en knalgroen of zo, weet je. Het is gewoon mooi lichtroze en gewoon mooi een beetje zeeblauw. Het zijn wel gewoon gangbare kleuren, zeg maar. En ik heb het nu al 1,5 jaar. Ik vind het nog steeds echt heel erg leuk. Nog steeds verliefd op. En het is nog niet zo dat al mijn servies hieruit bestaat. Zijn alleen de ontbijtbordjes en de ontbijtkommetjes. Dat vind ik gewoon leuk als die wat extra's hebben. En natuurlijk dan die slaschalen. Dus ja. Zo, en dan nog 3 laatste dingetjes. Als eerst dit. En dit heb ik het meest recente gekocht. En dat zijn, ja, heel bizar dat ik dit voor mijn uitzet heb gekocht. Maar dat zijn deze, ja, deurknoppen, zeg maar. En deze heb ik gekocht bij de Bijenkorf. Is van het merkje Doing Goods. Maar ik vond dit gewoon zo schattig. En ik dacht, ja, misschien is het voor later dan een beetje kinderachtig om dit in je huis te doen. Maar hoe leuk is dit bijvoorbeeld als bij je nachtkastje als knop. Of dat je een babytje krijgt en bij een babykledingkastje. Dat je die heel mooi, bijvoorbeeld oud roze verf of die groene kleur van mijn kamer. Van dat kastje. En dan niet deze 2 erop doet. Ik dacht, ja, weet je, het zal vast wel ergens van pas komen. En ik vond het gewoon heel erg leuk. Dus die en die heb ik dus ook in mijn uitzet liggen. En dan de laatste 2 dingetjes. En dit zijn 2 dingetjes van Blond Amsterdam. En ik heb nog wat dingetjes van Blond Amsterdam. Namelijk zo'n hele sushi set. Dat heb ik van de vriendin van mijn vader gekregen. Want die had dat dus. Maar die gebruikte het niet meer. Dus dat mocht ik hebben. Alleen dat zit niet hier in die doos. Want dat is echt te veel om in deze doos te bewaren. Maar als eerst van Blond Amsterdam heb ik deze mok, deze, ja, thee, koffie. Ik denk dat het een theemok is. En daar staat op, ja, you are my cup of tea. You are the cherry to my cake. En dit is dus met roze. En dan de binnenkant met een roze hartje. En deze heb ik echt al 2 jaar of zo. En dan heb ik er nog eentje. En dat is dezelfde, maar dan in het rood. En zoals ik al zei, ben ik best wel een beetje van, alles moet hetzelfde zijn. En dit is natuurlijk wel iets heel anders. Maar wat ik dan belangrijk vind is dat het dezelfde grootte is en hetzelfde soort, hoe noem je dat, hetzelfde soort opdruk. Het is niet erg dat het dan een andere kleur is, maar wel dat het gewoon op elkaar lijkt. Dus eigenlijk alle Blond Amsterdam mokken die ik ooit in mijn leven ga kopen, wil ik alleen dit formaat hebben en deze opdruk. Ik denk niet dat het gaat lukken, maar goed. Met theemok vind ik het altijd wel leuk als je wat verschillende hebt. Maar goed, hier staat dus op Hot Tea Hot Gossip en Bake the World a Better Place. Heel erg leuk. En deze heb ik toen destijds ook volgens mij bij de Bijenkorf of zo gekocht. Maar die vind ik dus echt heel erg schattig nog steeds. En ik ben niet zo iemand die heel er bestek en servies en zo van Blond Amsterdam wil. Dat vind ik wel een beetje te heftig. Zoals borden en dingen. Dat vind ik wel een beetje te, naar mijn mening. Maar een paar leuke mokken vind ik wel heel erg leuk voor erbij. Dus die. Dus dat was eigenlijk alweer alles wat ik voor mijn uitzet gespaard heb. Ik ga nu maar vragen of Miu de doos op de kast wil zetten. En dan, ja, gaan wij zo meteen, ga ik nog even verder met mijn kamer, denk ik. Ik ben net een vlog aan het bewerken en ik zie dat ik de
dagvlog niet af had gesloten. We waren gisteravond bij Milan blijven slapen en blijven eten. Dus vandaar dat ik daar niet echt verder heb gefilmd en mijn camera was leeg. Dus het kon ook niet. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!